Nee, weet je wat je krijgt? Nee, geen knuffel. Je krijgt geen knuffel. Niet meer. Hassan. Hassan. Verdomme mensen, jullie moeten lid worden van Pownet. Het is ontzettend belangrijk dat Pownet er is. Lid worden, het kan voor vrij weinig. 5,72. Geen geld. Potverdorie, doe het. Yeah, let's go. Ik reken op jullie. Zeg je er op voorhand bij, als je me naait, weet waar je woont. En hij weet wie ik ben, ik draai er niet omheen. Waar woon ik dan? Ja, dat weet je zelf toch ook. Maar ik wil met jou gewoon een net stuk doen. Als je het weer zoals de vorige keer een beetje bij mensen in het oogje neemt, heb je met mij een probleem. En dan maak ik het echt af, weet je. Dan is het geen... Nee, dan doen we... Vrijheid! Want ze zijn alleen maar bezig om mee te werken aan het VN-plan Agenda 2030 om ons helemaal tot slaaf te maken en de wereldbevolking te reduceren. Want meneer Gates, dat is zo'n pionnetje in dat hele spel, die loopt maar te roepen vaccins, vaccins, vaccins. Maar het enige wat daarin zit is een traagwerkend biowapen om ons allemaal om zeep te helpen. Maar dat hebben jullie nog niet in de gaten, lieve kijkers. Wat een verhaal, hè? Ja, nee, maar het is wel waar, hè? Maar ik ben klaar met dat gefreem en dat rare gedoe van jullie. Oké. Okay. Nou, dan stel ik voor, laten we proberen. We gaan het doen. Mocht het mislukken, dan zie ik je vanzelf wel verschijnen. Ik denk niet dat je me dan ziet, maar dat is een ander verhaal. Oké. Okay. Dat is gewoon in één keer hooi. Wanneer? Nu! Wanneer de bereid? Aan ons heeft gegeven, omdat hij aan ons heeft gegeven. Gegeven, gegeven, zijn één geboren zoon. Meneer? We gaan nu het woord openen. We gaan nu het woord openen zoals u gewend bent. We mogen niet meer met meer dan 30 mensen. We gaan nu het woord openen. Ik lees uit het vierde evangelie van Johannes. Begin in hoofdstuk 3 vanaf vers 15. Als u een Bijbel bij u heeft, doe die dan opengerust. Ik ga u voor in de schriftlezing. Ja? Amen. Ik hoor zoveel negativiteit. Is er op dit moment ook nog iets positiefs? Ja, natuurlijk. Ik ben blij dat ik oma ben. U bent oma geworden. En ik sta hier voor mijn kinderen, voor de rechten. Ja. Voor mijn kinderen. Daar sta ik hier en op. En weet u wat zo mooi is? Waarschijnlijk als uw kinderen straks wat ouder zijn, is er een vaccin voor uw kinderen? Nee, absoluut niet. Ik heb gezegd, nooit in je eigen in laten enten met die troep die erin zit. Je moet er zelf eens logisch nadenken en dat moet jij ook doen. Nu had je ook zeg maar de vrouw voor jullie geluid, de vrouw die jullie vertegenwoordigde, Femke Louise. Ja. Zat bij Jinek een week later, 180 graden gedraaid. Ja. Keek je daarna? Hoe ik daarnaar kijk? Ja. Ja, dat zijn hele hypocriete lui. Ik ben in 5 mei ben ik opgestaan omdat ik toen falikant de touwtiefes geslagen werd op... Koekamp. Dus ik denk dat Femke Louise een goede PD heeft gehad om eens even een paar woordjes te spreken en daarmee zichzelf misschien een klein beetje op de borst wilde slaan. Ja, en daarmee heeft ze zich nu natuurlijk echt gewoon te grabbel gegooid. Dat op het moment dat je van A zegt en weer naar B gaat, ja, dan ben je in mijn optiek gewoon een niet betrouwbaar persoon en disqualificeer je als gesprekspartner. Mag ik u wat vragen? Mag ik u wat... Meneer? Meneer, we moeten... Het woord van God moet klinken. Ja, u hebt gelijk ook. Het woord van God moet klinken. Het is veel belangrijker dan al uw dingetjes met tv, meneer de Wiesman. We lezen nu Johannes 3. Dank u wel. Amen. Ik heb een longziekte. Oh ja. Dus dan ga je sowieso geen... Dan is de corona toch extra gevaarlijk voor u? He? Als u een longziekte hebt, dan bent ja, u een corona is niet gevaarlijk. Corona is alleen gevaarlijk als je is alleen in je hoofd gevaarlijk. Mensen maken je psychisch kapot met corona. Ja. Het enigste probleem van corona is dat je daar overspannen van wordt. Ja. En meer niet. Iedereen, ik durf niet bij mensen in de buurt te komen. Maar als u dan die beelden ziet van mensen kijken. Die in het ziekenhuis liggen dan? Ja, er zijn ook veel namaak. Als mensen dus hier zomaar wat doen als corona echt bestaat. Waarom is Trump binnen 3 dagen ziek? Hij is 3 dagen ziek, hij heeft zogenaamd corona. En binnen 3 dagen is hij uit het ziekenhuis. Wat is dit? Nederland in opstand. We zijn geen wappies, we zijn geen idioten, we zijn mensen die een mening hebben en die dragen we uit en dat mag blijkbaar niet. Dit was best een fatsoenlijk gesprek, niet? Ja, absoluut. Krijg ik nu bezoek of komt dit goed? Nee, weet je wat je krijgt? Nee, geen knuffel. Je krijgt geen knuffel. Niet meer. Hassan, 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 Hassan. Liefde, liefde, liefde. Godverdomme weer. Liefde, liefde.